U zag mij net het laatste stukje spelen van Lichtjes van de Schelde. Dit is ook een heel andere manier waarop ik normaal de video's begin. Waarom? Omdat ik het met de video's toch op een iets andere boeg ga gooien. Het is deze keer ook een iets andere video dan u normaal van mij gewend bent. Waarom? U weet, staat al een hele tijd op de nominatie om het Ave Maria van Gounod te spelen en te arrangeren. Alleen als ik dat volledig aan u wil laten zien, ben ik daar om en nabij de 70 minuten, ruim een uur in ieder geval, mee bezig. En als ik dan even uitga van maximaal 10 tot 12 minuten per aflevering, dan zou ik 5 tot 6 afleveringen, misschien zelfs wel 7 afleveringen verder zijn. Per 2 weken, dan zijn we dus 10 tot 15 weken verder of zo. En dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Dat is voor u niet leuk, maar het is voor mij ook niet leuk als we maar elke keer weer een stukje van dat Ave Maria oppakken. Dus hoe ga ik dat doen? Ik ga Ave Maria op YouTube zetten. Alleen, om YouTube echt te gaan gebruiken, heb ik andere spullen nodig. Heb ik ook iets andere manier van opnemen nodig. En ik zit nu midden in het proces waarin ik dat allemaal aan het inregelen ben. Wat u hier achter mij ziet, dat is mijn SX. Dan helemaal daarachter tegen de muur staat ook de 473 nog. U ziet hier ook al een camera hangen. Die hangt nu rechtstreeks boven het scherm. Dat kan ik even laten zien wat hij nu laat zien. En u ziet dan ook gelijk dat ik nu de mogelijkheid heb om met een unit die bij het keyboard zit de videobeelden om te schakelen. Ook zag u al even de muziek in beeld staan. En die kan ik nu ook vol in beeld zetten. En dat ziet er dan zo uit. En wat ik zo leuk vind, dat is dat ik dan ook even wat kan markeren als ik dat zou willen. U begrijpt dat vraagt nogal wat en langzaam maar zeker begint het te komen. Ik moet er nog wel een klein beetje aan wennen. Betekent dat ik deze aflevering alleen maar het heb over de techniek? Nee, ik wil toch wel eventjes met u snel ergens een aantal dingen doorlopen. En een van de eerste dingen die ik aan u wil meegeven, dat is, we hebben het een hele tijd geleden gehad over studeren, repeteren en spelen. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Ik denk dat het aflevering 2 was of zo. En nu stel ik u toch een gewetensvraag. Repeteert u wel eens? En daar bedoel ik mee, kijkt u nog eens terug, en ik pak hem er even bij, in bijvoorbeeld dit boek, deel 1. Misschien bent u nog met deel 1 bezig, dan is het een overbodige vraag. Maar als u al met deel 2 bezig bent, of misschien met deel 3, is het echt wel eens leuk om ook terug te gaan. En kijkt u eens nog eens naar deel 1, deel 2, of welk boek dan ook, of zelfs in het deel waar u mee bezig bent, stukken die u al een tijdje geleden gestudeerd heeft. Waarom? Repeteer die eens. U zult zien dat u dan ook gaat merken van, jee, wat ben ik vooruit gegaan. Hoe makkelijk gaat het nu? En als ik even kijk naar bijvoorbeeld het nummer wat hier nu op staat, Lichtjes van de Schelde, daar heb ik echt van gedacht, nou, dat zal nog wel een hele tijd duren voordat ik dat ga spelen. Maar nu speel ik het vrij vlot. Foutloos? Nee, zeker niet. En zodra ik merk dat ik fouten maak, ga ik het tempo naar beneden brengen. En het aardige is dat ook als je, er staat bij Lichtjes van de Schelde, zoals u kunt zien, helemaal geen tempo. Er staat alleen maar een wals. Ik heb in dit geval gekozen voor een skantwals. En hij stond nu even op 138. Volgens mij moet hij eigenlijk zo rond de 150, 160 zijn als we naar de Spotify-delen luisteren. Maar speelt u hem eens op 100, en dan zult u zien dat u ineens heel veel makkelijker speelt.
En wat ik nou eigenlijk nog met u mee wil geven, dat is, stel dat u aan het studeren bent. Ik ga even de muziek erbij pakken. U bent aan het studeren, dan zitten er een aantal moeilijkere passages bij. Dat is natuurlijk deze hier. En de herhalingen zijn lastig. Maar als we even kijken naar dit stuk, dan ziet u dat de vingerzetting daar maar heel beperkt is aangegeven. En u komt echt in de knoop als u die niet gebruikt. Dat geldt eigenlijk hier ook al. Dan staan er ook nog soms, net zoals hier, voor elke maat een ander akkoord. En het zijn ook nog niet akkoorden die we al veel gespeeld hebben. Dus het kan heel goed zijn dat u daar bij het studeren de fout in gaat. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Maar wat u dan wel moet doen, dat is, stel dat u dit stukje speelt en u merkt dat u de fout in gaat, ga dan niet helemaal terug hier naartoe, maar pak dit stukje gewoon beet, deze paar maten, en blijf dat maar spelen, net zolang totdat u het door heeft. En natuurlijk met de juiste vingerzetting. Komt u met uw vingers niet uit, zoek dan voor dit gedeelte bijvoorbeeld de vingerzetting eens uit en probeer het daarmee. Hier precies hetzelfde. En repeteer dan alleen dat stuk waar het niet lekker gaat. Want het kost heel veel tijd om dit hele stuk te repeteren en weer steeds weer door te spelen als u elke keer als u een foutje maakt. B. Foutloos spelen zit er nog echt niet in. En u merkt het, zelfs Hansen, die speelt al heel veel jaren, maakt nog wel eens een foutje. Onze hersens zitten zodanig in elkaar dat op het moment dat u de fout maakt en hem gelijk corrigeert, u veel sneller de correctie oppakt dan dat u eerst weer helemaal teruggaat. Studeren of repeteren ook niet te lang. Maak er ook eens een keer gewoon lekker spelen. Want echt intensief studeren of repeteren kunnen we maar tot maximaal 20 minuten. We zijn als volwassen mensen gelukkig behept met het feit dat we ons goed kunnen focussen. In tegenstelling tot kinderen die heel snel zijn afgeleid. Maar we hebben wel maar een minuut of 20 à een kwartier. En daarna is het echt over. Dan nemen we niks meer op. Speel een kwartier, misschien 20 minuutjes. Ga wat anders doen. Een kop koffie drinken, de krant lezen of de hond uitlaten. En als u dan nog een keer wil spelen, komt u gewoon weer even terug. En u zult zien, dan gaat het ineens een stuk makkelijker. Dan wil ik u ook nog eventjes een paar tipjes meegeven. En dat gaat over het display. U ziet hier nu het display. En wat ik nou zo aardig vind is even om u hier te laten zien dat hier zo is de visuele vormgeving van de metronoom. Als ik nu start, zoals u ziet, wat er nu gebeurt, dat is dat ik hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En die rode geeft aan wanneer de maat precies begint. Dat is handiger dan de metronoom die u hoort natuurlijk. Maar hier kunt u gewoon kijken van ben ik nog in de maat. Het tweede wat u kunt zien, dat is dat hier zo het aantal maten dat hij aan het spelen is doorgaan. Maar wat nog veel leuker is, dat is hier zo. Dit is de driekwartsmaat, maar hier staat 8. 2, 8, wat betekent dat nou? U ziet dat u maat 4, maat 5, maat 6, maat 7, maat 8. Dan begint hij weer overnieuw. En dat komt omdat hij staat nu op variatie D. En variatie D duurt 8 maten voordat hij weer opnieuw begint in de automaat. Ga ik naar variatie B, dan zag u twee dingen gebeuren. A, u zag even 1-1 staan en daarna ging hij over naar 4. Dat nog een keer doen. En als u nou goed oplet, dan ziet u, hoort u bij de 1 hoort u de ritme, het slagwerk. En wat is dat? Dat is de fill-in. Wat hij doet is bij het overgaan steeds aangeven hoeveel maten hij bezig is. Kijk, hier 1 van 1 en daarna ziet u dus dat variatie A duurt 4 maten. Daarna gaat hij weer verder. De intro ziet u dat precies zo. U
hoort het, vier maten en daarna begint hij te spelen. Intro 1, twee maten. Intro 3, jawel, acht maten. Het aardige daarvan is dus de break, één maat. U ziet het, één maat. En u kunt u dus precies zien hoe lang een bepaalde variatie of een bepaald stuk van een variatie duurt. Bij de ending precies zo. Wat is daar het voordeel van? Het voordeel is dat als u een nieuw stuk krijgt en er staat intro, dan hoeft u eigenlijk alleen maar hier te kijken om te weten wanneer u precies zou moeten beginnen. Want stel even hier. Wachten we tot maat 7. 1. Dus u hoeft niet eens mee te tellen. Deze informatie vindt u ook terug op de 473. Misschien niet zo grafisch en mooi weergegeven, maar ook daar staat het op het display. Voor nu wil ik het hierbij laten en wil ik u alleen nog even in herinnering brengen. Kijkt u nog eens terug naar de boeken van Hans die u al een keer gehad heeft. Hans heeft heel veel boeken, staan heel veel in, maar kijk ze ook eens terug. Tot volgende keer.